Oké, hey mensen, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik reageren op Marten van K3. En ja, het is dus nieuws dat ze zwanger is. Wat ik heel raar vind is dat eerst Hanne zwanger is, daarna Marten. Dus ik hoop dat de volgende Julia gaat zijn, of Josje of weet ik veel wie. Bon, tot en toe. Wat gaat de naam zijn? Ze heeft al een redelijke buik, zie ik. Ik weet niet hoeveel weken dat is, maar het maakt mij ook niet uit. Er zijn geruchten dat Josje Huisman haar gaat opvolgen. En ben ik even benieuwd wat andere mensen daarvan denken. Dus we gaan het een keer vragen aan iemand. Dus jullie horen de stem nu van één iemand. En 3, 2, 1. Doe maar. Hallo. Ik denk persoonlijk niet dat Josje Marten gaat opvolgen, want Josje is bezig met mode en zo, en ze heeft zelf ook al 2 kindjes. Dus, ja, wat is jouw mening daarop? Ja, dat zou inderdaad wel kunnen, dat ze niet gaat opvolgen, maar er zijn geruchten, hè? Je weet de geruchten nooit. Oké, wat ik natuurlijk ook heb gehoord is, TVT bedoelt altijd onderzoek nog een beetje, maar K3 is al even niet meer de K3 waarmee ik opgeruid ben. En waarmee ik opgeruid ben, als jullie dat per se willen weten, dan is dat gewoon Karen, Christel en Josje. Dat is de K3 waarmee ik opgeruid ben. Oké, we gaan nog eentje iemand laten doen, want er zijn blijkbaar ook geruchten dat Karen Damen haar gaat opvolgen. Maar ik vind het vooral raar dat ze Christel dan niet zeggen als gerucht. Dat vind ik dan op zich heel raar. Maar wat denken jullie? Zou er nog iemand zijn die kan praten? Eén iemand die denkt dat Karen Marten gaat opvolgen? Even. Doe maar. Ik denk persoonlijk niet dat Karen of iemand van de tweede generatie van K3 Marten gaat opvolgen. Ik denk eerder dat het iemand gaat zijn uit K2 zoekt K3 en ik hoop stiekem Ziggy. Oké, ja, dat was het. Hoop jij echt op Ziggy? Nee, dat was sarcastisch. Maar ik hoop wel dat oftewel Dieden is, als dat een mogelijkheid is, of Christel. Maar Christel is een beetje ver gezocht, maar she's an icon, so misschien, ja. Ja, dat zou wel kunnen. Oké, leuk feitje. Toen ik mijn tickets kocht voor de Studio 100, Sing Alone in het Sportpaleis van Antwerpen deze zondag, de eerste van de 1 december, sorry even, dit is gewoon puur online gesmeten, dus vandaar. Ik ga naar de studio met Sing Alone en er was opeens een bericht dat Frey Sufrio posters ophangde. Die video is offline, maar ik ben een keer benieuwd wat de anderen daar eigenlijk van vinden. Dus laten we een keer een jongen er tegen smeten die wat zijn reactie is erop. En als hij niet wil praten, hij is weg van de chat. Dus ja, dat is pech voor hem. Maar kijkers, ik vind het vooral raar dat de post van Frey Sufrio om een keer weg is. Dus op dat vlak vind ik het heel raar. Er was ook een post dat ze de door een roosje deden. Die post kan ik helaas ook niet meer terugvinden. Ik krijg geen enkele screenshot ervan. Dus op dat vlak kan ik het niet tonen. Maar er was oprecht een post. Ik gok, ik weet het niet zeker. Maar ik denk wel dat de originele K3 zou terugkomen. Omdat ze ook door een roosje, ze hebben door een roosje gespeeld. Dus er moet iemand van door een roosje zijn. Denk ik toch. Ik kijk er enorm hard naar uit en ik hoop dat jullie deze video iets interessant vonden. En ja, bedankt om het kijken. En dan zeg ik zoals altijd, later!